Ja, 5 december, Sinterklaasavond. Laten we Sinterklaas tekenen. Maar het is vandaag ook de dag van een ninja. Misschien zijn dat er wel leuke vervangers voor Zwarte Piet. Zwarte Piet mag natuurlijk niet meer, dus ja, misschien kunnen we ninja's Sinterklaas gaan helpen met cadeautjes te verdelen en zo. Zien we Sinterklaas over straat gaan met een hele horde ninja's erbij. Ik vond het wel een goed idee. Laten we dat maar gaan tekenen. Teken je weer mee? Ja, vandaag 5 december. Sinterklaas hebben we van de week natuurlijk al getekend. We zijn wel alleen geen Piet erbij getekend. Hè? En ja, je ziet steeds minder Pieten of je ziet roetveegpieten. Ja, Zwarte Piet, dat kan niet meer. Al heb ik zelf nooit de associatie gelegd met slaven of slavernij of met donkere mensen, met Zwarte Piet. Ik zag Zwarte Piet altijd gewoon als een fictiefiguur. Pas toen de discussie ontstond dacht ik van, hè, hoe dan of wat dan? En als je daarin gaat verdiepen, dan kan ik me best wel voorstellen dat sommige mensen zich daar gekwetst door zouden kunnen voelen. Maar misschien moeten we dan in plaats van Zwarte Pieten ninja's gaan doen. Want ja, 5 december is ook ninja-dag. En misschien zijn we dan ook gelijk van dat probleem opgelost. En die ninja's die kunnen Sinterklaas natuurlijk heel goed helpen. Ze kunnen hem beveiligen in ieder geval. En ik denk dat ze ook wel met zakken speelgoed overweg kunnen of met zakken snoepgoed. Dus laten we eens een ninja tekenen. Nou, ninja zijn heel veel voorbeelden van te vinden. En heel veel instructies heel veel. Laten we eens een eenvoudige ninja tekenen. We beginnen gewoon met een bolletje. Zo. Een haarband. Plop. Je kent ook nog wel misschien de Ninja Turtles. Dat waren natuurlijk ook ninja's. Nee. Maar die gaan we niet tekenen hoor. Wees gerust. Zo. Zo'n ninja is... je ziet alleen zijn ogen. Als je ze al ziet. Een zwaard op zijn rug. Zo. Zwaard. Arm, hand, andere arm, in gevechtshoudingen, hup, zo, ook nog een gordel om, zo. Goed. En zo. In gevechtshouding. Ninja. Wow. Ik ga er zelfs al kreten bij verzinnen. Ik vind het wel weer een leuke... Maar ja, daar zouden inderdaad Sinterklaas goed kunnen helpen, die ninja's. Ninja dag. Goed. Nou, deze ninja bijvoorbeeld. Ninja. Wat heeft een ninja als wapens? Nou, die heeft inderdaad stokken, zwaarden, sterren, ninja sterren, waar ze hem mee kunnen gooien. Ja, hoe ziet zo'n ninja ster er dan uit? Die heb je ook in verschillende vormen. Een gat in het midden. Zo. Zo. Ja, dat zou zo maar een ninja ster kunnen zijn. Scherpe messen eraan. Misschien zitten die net aan de andere kant, maar dat maakt niet uit. Zo. En dan gooien ze mee dan door de lucht. Ja. Ik weet nog, vroeger in het handenarbeidlokaal knipten we ze zelf uit metaal. En die vond de leraar dan terug in het systeemplafond. Dan hadden wij, als hij even afwezig was, hadden we daarmee lopen gooien in de klas. Dat daar nooit gewonden mee zijn gevallen, is nog steeds een raadsel. Maar goed. Een ninja. Dat is altijd wel
Wel leuk om een. We gaan er gewoon nog één tekenen. Pak nog even een nieuw velletje. Het velletje is vol. Kijk, goed dat we er een velletje onder hebben gelegd. Hè. Je ziet hier nog een beetje die cheetah. Ja, je had wel gisteren al meegemaakt dat ik de cheetah niet zo vaak teken. Of niet zo vaak een cheetah heb getekend. Mijn kat was beter gelukt de vorige keer. Laten we nog eens even een ninja in een andere vorm tekenen. Zo. Een ninja pak. Geef hem aan. Zo. Dit om zijn middel. Zo. Meestal zijn ze ook in het zwart, hè, zo'n ninja. Maar goed. Deze is ook in het zwart. Zo. Het is alleen zijn ogen. Deze heeft een stok. Gevechtstok. Eén been, andere been omhoog. Zo. Beetje wijde broek aan. Zo. Beenstukken. En zo, voet. Zo, hier ook beenstukken. En dan deze staat een beetje te dansen op zijn voeten. Zo. Oh ja, nog een arm. Deze doet de flamingo, of ik weet niet hoe je die dat noemt. Als ze zo staan. Zo, ja, dan moet je uitkijken, want hij... Hij gaat in de aanval hoor. Zo. Ninja in de aanval. Nou, een beetje doen dat hij een beetje wankel staat. Zo. Nou, ninja in de aanval. Ik zou zeggen, ga zelf eens een ninja tekenen. Misschien in combinatie met Sinterklaas. Sinterklaas op de stoomboot met allemaal ninja's. Wie weet. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.